Welkom bij een nieuwe aflevering van het Zegje van Alkmaar. Deze week de vraag, wat is je ideale vakantiebestemming? Dus voor de 25e keer zeg ik, we gaan de stad in. Let's go. Wat is jullie ideale vakantiebestemming? Hawaii, ja, dat lijkt me wel geweldig. Ik ben er nog nooit geweest, maar de sfeer lijkt me onwijs relaxed. Lekker zonnetje. Een mooie natuur, dus daar zou ik het liefst heen willen. Ja, ik denk Amerika. Ik denk Spanje of zo, omdat het daar warm is. Wat is jullie ideale vakantiebestemming? Ik moet even eerst nadenken. Wat zouden jullie graag doen in Spanje of in Amerika? Ik zou gewoon naar het strand gaan of naar een feestje, wel voor kinderen. Ergens waar het zonnig is. Ja. Ergens op de tropische eilanden. Ja, hetzelfde. Wat is jullie ideale vakantiebestemming? Voor mij is dat Italië. Want lekker eten. Mooi weer. Mensen zijn relaxed. Goed ijs. Wat is jullie ideale vakantiebestemming? Een Aziatisch land. De Malediven. Ik denk het Caribisch gebied. Iets van Jamaica of zo. Dat is toch wel echt een hele mooie omgeving. Frankrijk, denk ik. Omdat ik er altijd al ben geweest als kind. Dus dat is mijn vakantiebestemming. Gewoon omdat het thuis voelt. In Nederland is niet zo vaak lekker weer, dus dan ga je gewoon lekker naar de warmte toe. Ben ik ook mee eens. En dan kan je gewoon naar het strand of zo. Hier kan je ook naar het strand, toch? Ja, maar daar is het wel leuker. Nou, omdat de Malediven, je hebt echt niemand om je heen en het is gewoon lekker rustig, alles voor jezelf en gewoon mooie stranden, ja. Oftewel de stiltecoupé van de trein. Wat gaan jullie dan doen in Frankrijk of in Italië? Ja, niet zoveel. Dus steden bezoeken, dorpjes bezoeken, zwemmen, eten. Eten, vooral eten. Dit was alweer het Zegje van Alkmaar voor deze week. Doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Laat ook wat in de reacties achter en abonneer ook nog eens alsjeblieft. En dat is dan heel duidelijk gewoon tot volgende week bij een nieuwe aflevering van het Zegje van Alkmaar.